kunstenaar die ik sinds lang volg. En weet dat hij geïnteresseerd is in de abstractie. Dus abstracte kunst, maar altijd een relationeel verband heeft met de verhouding cultuur-natuur. En hij weet ook dat, want het is een heel subtiel spel tussen cultuur en natuur. We weten dat de cultuur eigenlijk in wezen een leugen is tegenover de natuur. Een leugen. En toch kunnen we niet anders dan met die leugen omgaan. Want we zijn allemaal mensen die van cultuur houden en we weten dat cultuur altijd maar veranderingen brengt en tegelijkertijd ook, hoe zou ik zeggen, de natuur soms aanbrengt. De kunstenaar is door zijn subtiliteit iemand die die twee weet te verbinden. Dus een ongelooflijke empathie voor alles wat de natuur ons biedt en tegelijkertijd een inzicht in de culturele veranderingen van de maatschappij. En daardoor natuurlijk ook de veranderingen in de kunst. En we weten allemaal, het is gegroeid vanuit de figuraties, vanuit de verbindingen met de godsdienst, dan de verbindingen met het circulieren. En vandaag meer en meer vanuit dat circulieren, veel meer en meer vanuit het wezen van de kunst zelf, namelijk de abstractie. Dat is het. En hier heeft hij een uitkijktoren gemaakt, dus de toren. Die tegelijkertijd uitkijkt op de Gentse feesten, op het publiek dat hier naar Gent komt en tegelijkertijd aandacht heeft voor datgene wat de uitkijktoren betekent. De uitkijktoren is ook de identificatie van de persoon die vanuit de uitkijktoren de wereld bekijkt. En op die manier krijgt de relatie van de uitkijktoren, die cultuur is, die kunst is, naar de wereld daar rond die eigenlijk natuur is. De dingen die ons gegeven zijn en die we kunnen interpreteren vanuit een subjectiviteit. En iedereen heeft een subjectieve relatie tot de dingen, zowel tot de cultuur als tot de natuur. En hier is ook een ontwerp, want het is interessant om te zien hoe hij van het ontwerp naar de realiteit komt. En in het ontwerp ziet je de hemel van boven, de toren, de vensters die nog eens een uitkijk geven op de natuur. En dan onderaan de abstractie van de natuur. Dus het groen van de natuur, de temperatuurwisselingen in de natuur enzovoort. Die nog dan hier in het zwart gezien zijn, maar je moet ze bedenken in het groen. Mooi, ja. Dus je moet ze in het groen bedenken. Dat zwart, dat is de natuur. En dan heb je de hemel van boven, of nog eens de natuur. Dat is wat ik gezant in die hoorstudies die gemaakt zijn van waaruit dan Hulp van buitenuit, onder andere Bernard Verlies. Waar is hij daar? De man zonder wie dat werk nooit had kunnen gerealiseerd worden, is niet alleen de man van de Geneve, die we tijdens de Gentse feesten zeer goed kennen. Maar het is ook de man die ook financieel Guido de Leeuw heeft bijgestaan om dat te kunnen realiseren. En het is altijd moeilijk tijdens de Gentse feesten aandacht te schenken aan kunst en cultuur. Dat denk ik. En ook muziek kan cultuur zijn. Ook de feesten, zelfs de praatworsten, die kunnen nog cultuur zijn. Zie je? En vandaar dus die verhoudingen, dus de uitkijk naar al die dingen die deel uitmaken van die Gentse feesten. En van ons. En van ons. Wij kunnen ons identificeren, abstract gezien, met de toren. Hier, Guido Lauwaert heeft een prachtige tekst geschreven, aanvullend op het artikel van Helene Handjes uit de KNAK, die dus in feite een introductie levert aan het belang van zo'n toren tijdens de Gentse feesten. En Guido Lauwaert omschrijft, Guido Lauwaert, dat is onlangs nog een prachtig dichtpunt uitgegeven. Dus de toren als virtuele toren, als een virtuele toren, als een denkmodel voor de kijker, als een denkmodel voor wij ons als bezoeker. Dat we vanuit die toren eigenlijk ook onszelf bekijken en tegelijkertijd de natuur bekijken. Via het oog van de kunstenaar Jean-Marie Beijnenveld.
Dus